De VVD-bewindslieden Van der Steur en Dijkhoff bemoeiden zich als Kamerlid actief met de afwikkeling van de omstreden Teven-deal. En dus komen behalve premier Rutte nog twee andere VVD'ers onder vuur te liggen. De messen hier worden geslepen. En verder in het nieuws vandaag. Borstsparende operatie in combinatie met bestraling zou meer kans geven op overleving. En levenslang geëist tegen oud-Transavia-piloot Julio Potsch voor dode vluchten. Goedenavond. Nog eens twee VVD'ers die zich moeten verantwoorden voor de afwikkeling van de Teven-deal. Minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff. De rol die zij speelden in de affaire roept steeds meer vragen op. Morgen moet premier Rutte in de Tweede Kamer uitleg geven over de omstreden deal. Maar ook voor Van der Steur en Dijkhoff kan het dus lastig worden. Nadat er vorige week al een dik rapport over was verschenen, kwamen daar vandaag nog eens 250 antwoorden op Kamervragen bij. En dat zorgt bij de oppositie niet bepaald voor een beter beeld over de zaak. Mijn getergdheid neemt niet af, eerder toe, omdat we een helder rapport met zware conclusies hebben. En het lijkt alsof Rutte met zijn hele kabinet nog steeds bij die waarheid probeert weg te lopen. Met name de rol van Klaas Dijkhoff en Art van der Steur is pikant. Terug naar vorig jaar, toen zij nog in de Tweede Kamer zaten. Op de dag dat Nieuwsuur de Teven-deal onthult, zorgt dat voor hectiek op justitie. Van der Steur en Dijkhoff spoeden zich er naartoe en bemoeien zich actief met de verdediging. Zo zorgen ze ervoor dat bedragen uit een persbericht verdwijnen, terwijl die informatie wel voorhanden is. Hun redenering, het zorgt voor verwarring. Bij de oppositie is dat helemaal verkeerd gevallen. Nou, ik vind dat het meest onbegrijpelijke moment van alles. Plus dat diezelfde twee een week later doodleuk als minister en staatssecretaris op het ministerie verschijnen, weten dat zij dingen hebben gedaan die niet kloppen, maar er helemaal niets over zeggen. Dus het rommelt, het stinkt en het rammelt aan alle kanten, maar conclusies trekken we pas aan de afloop van het debat. Zelf wil de minister Van der Steur vandaag weinig kwijt over zijn rol. Maakt u zich zorgen voor het debat van morgen? Nee, ik maak me nooit zorgen voor debatten. Ik denk dat het een goed debat is wat we met de Kamer gaan voeren. En als de Kamer vragen heeft, dan moeten die beantwoord worden. Zijn er ook, waarom duurde het zo lang voordat die vragen... Ja, en dat was het. We gaan naar Ron Vrees. Hoe ernstig is dit? Dit is in ieder geval riskant en het wordt er voor de VVD niet makkelijker op. Van der Steur en Dijkhoff, die dus op de dag dat het nieuws van Nieuwsuur naar buiten kwam, op het ministerie meewerkte aan een persbericht waarin dat nieuws ontkend werd. Terwijl dat later toch gewoon bleek te kloppen, dat nieuws van Nieuwsuur. Dat ze dat toen deden is heel ongebruikelijk en het maakt ze nu kwetsbaar voor het verwijt dat ze ongetwijfeld zullen krijgen dat zij eraan meewerkte, dat collega-Kamerleden notabene niet goed geïnformeerd werden. Ja, en wat kunnen Van der Steur en Dijkhoff hier tegenin brengen? Zij zullen ongetwijfeld zeggen, nee, we hebben daar op dat ministerie er juist voor gezorgd dat er niet opnieuw weer mist zou ontstaan rond die Teven-deal. Opnieuw hebben we daar voorkomen dat de Tweede Kamer op het verkeerde been werd gezet. Maar ze zullen morgen in dat Kamerdebat, waar zij het moeilijk krijgen, toch echt ook wel met een goed verhaal hierover moeten komen. En wat betekent dit voor hun positie dan? Die is nu echt wel in de gevarenzone, kan je zeggen. Tot nu toe was de redenering steeds Opstelten en Teven hebben door die deal al moeten aftreden. Dus de politieke prijs is al betaald en dat kan niet twee keer gebeuren. Maar dit gaat toch echt over iets wat ze zelf hebben gedaan. Nou, kan dit gevolgen hebben voor het hele kabinet bijvoorbeeld? Dat kan je nu nog niet zo zeggen. Daar is het nu echt nog te vroeg voor. Maar deze zaak raakt wel aan de kernvraag morgen in dat debat. Was er een doofpot of niet? Vragen daarover gaan natuurlijk ook in de richting van premier Rutte. En hij zal morgen echt alles uit de kast moeten halen om in ieder geval het vertrouwen van belangrijke partijen als het CDA en D66 te houden. En daarvoor is duidelijk, ze hebben het er in de VVD al over gehad, hoe dat zou moeten. Hij moet zich nederig opstellen en er zal een ruimhartig mea culpa van hem moeten komen. Anders komt hij echt wellicht in de problemen. Ron, dankjewel. En dat debat is morgen live te volgen op NPO 1 om 14:00. Je zou denken dat een borstamputatie ook bij beginnende borstkanker beter is. De overlevingskans vergroot. Maar nu blijkt uit onderzoek dat dat niet zo is. Een borstsparende operatie met bestraling lijkt juist meer overlevingskans te geven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente. Het roept veel vragen op bij patiënten. In Nederland krijgen jaarlijks 14.000 vrouwen borstkanker. Bij sommige vrouwen worden één of allebei de borsten geamputeerd. Bij anderen wordt een borstsparende operatie uitgevoerd, aangevuld met radiotherapie.
Sabine Siesling onderzocht bij 37.000 vrouwen welke groep de meeste overlevingskans heeft, 10 jaar na de diagnose. En daaruit bleek dus dat de patiënten die borstsparende therapie hebben gekregen, dat die een betere overleving hebben dan patiënten die een amputatie hebben ondergaan. Het gaat om een verschil van 20% bij vrouwen met een tumor die kleiner is dan 2 centimeter. Het lijkt erop dat dat komt vanwege die aanvullende radiotherapie. Toch blijft een amputatie bij sommige vrouwen noodzakelijk. Het kan zijn dat er heel specifieke tumorkenmerken zijn waar een amputatie beter voor is. Maar het kan ook zijn dat een vrouw zich daar toch prettiger bij voelt. Dat ze toch een meer gevoel van veiligheid hebben omdat al het borstweefsel weg is genomen. De borstkankervereniging is vandaag oversteld met telefoontjes van verontruste vrouwen die een amputatie niet meer aandurven of denken dat ze ooit de verkeerde beslissing namen. Wij zeggen tegen de patiënten dat ze zich geen zorgen hoeft te maken, dat dit onderzoek niet zegt dat de behandeling die zij nu ondergaan of welke keuze ze voorgelegd krijgen niet goed is. Want dat hangt af van heel veel verschillende kenmerken van patiënten en ook van factoren. Het hangt af van de leeftijd, van de grootte van de tumoren, de plek waar de tumor voorkomt, of er erfelijkheid in de familie voorkomt. En natuurlijk ook de wens van de patiënt zelf. Er komt een vervolgonderzoek om te bekijken of het niet beter zou zijn ook na een amputatie nog verder te behandelen met bestralingen. De onderzoekers bestudeerden de gegevens van vrouwen bij wie tussen 2002 en 2004 borstkanker is ontdekt. Er is in de tussentijd veel verbeterd in de behandeling van borstkanker. De effecten daarvan zijn niet in het onderzoek meegenomen. Het is een zaak die zich al jaren voortsleept. De rechtszaak tegen Julio Potsch. Een Nederlander die in Argentinië werd geboren. Oud Transavia-piloot. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten in jaren 70 en 80. Potsch zegt dat hij onschuldig is. Het Openbaar Ministerie in Argentinië wil dat hij levenslang krijgt. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Na een onschuldig gesprek, na een etentje met collega's. Het is totaal krankzinnig. En natuurlijk zonder enig bewijs tegen mij. Ik heb in mijn hele leven niets crimineels gedaan. Een brief van Julio Potsch over de eis. Advocaat Geert-Jan Knoops sprak hem gisteravond. Nou, ik denk dat we allemaal verbijsterd zijn aan de kant van Julio Potsch. Ook gechoqueerd dat die eis nu daadwerkelijk gevallen is. We hadden toch nog de hoop gehad dat de aanklagers hadden ingezien dat je met dit dossier niemand kunt veroordelen. En zeker niet levenslang. Maar het is nu realiteit dat die eis gevallen is. Dus dat is heel hard binnengekomen bij Julio Potsch en zijn familie. Potsch wordt in 2009 gearresteerd in Spanje. Na zijn laatste vlucht als piloot bij Transavia voor hij met pensioen gaat. Hij wordt uitgeleverd aan Argentinië, verdacht van het uitvoeren van dodenvluchten. Daar zou hij na een etentje met collega's op Bali over verteld hebben. Potsch ontkent. Yo tengo la conciencia limpia y tranquila. Porque soy inocente. Lo juro por Dios y por mis hijos. Maar 2 jaar na deze verklaring wordt in een rechtszaal vol nabestaanden van de slachtoffers de eis bekendgemaakt. Levenslang. Die bewijsvoering is zo kunstmatig en zo in elkaar gezet. En wij vinden ook dat het eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn dat iemand op grond daarvan wordt veroordeeld. Dus wij hopen bij de slotpleidooi nog eens een keer dit te kunnen weerleggen. De rechter in Argentinië doet pas over een paar maanden uitspraak. En we gaan naar São Paulo, daar is Mark Bessems. Ja, er is geen hard bewijs tegen Julio Potsch, geen smoking gun. Waarom dan toch die eis van levenslang? Ja, kijk, het probleem van het OM in Argentinië was van begin af aan dat je natuurlijk heel erg lastig is om directe bewijzen te vinden voor die dodenvluchten. Specifieke slachtoffers koppelen aan specifieke daders van dodenvluchten, dat is bijna onmogelijk. Alleen al bijvoorbeeld omdat er zo weinig lichamen zijn teruggevonden. En daarom heeft het OM in Argentinië een omweg gekozen. Ze hebben geprobeerd aan te tonen dat Julio Potsch in ieder geval technisch gesproken die vliegtuigen had kunnen besturen die zijn gebruikt voor de dodenvluchten. En ze hebben getracht te bewijzen dat Julio Potsch destijds lid was van het marineonderdeel dat die dodenvluchten uitvoerde. En tot slot heeft het OM natuurlijk ook gerefereerd aan dat etentje in 2003 op Bali, waar al aan gerefereerd werd, waarin volgens het OM Potsch zou hebben bevestigd dat hij betrokken was bij die dodenvluchten. Kortom, volgens het OM in Argentinië is het voldoende bewijs, maar of het hard genoeg is, of het voldoende bewijs is, daar gaat natuurlijk uiteindelijk alleen de rechter over. Ja, en het gaat niet alleen om Potsch. Hoe groot is het proces?
Nee, het gaat zeker niet alleen om Potsch. Je hebt het, Potsch is maar één van de piloten die wordt verdacht van het uitvoeren van dodenvluchten. Er zijn er veel meer. En de hele zaak van die dodenvluchten is weer een onderdeeltje van een heel groot proces. Een van de grootste processen uit de Argentijnse geschiedenis. En in totaal zijn er voor dat megaproces 56 verdachten voor de rechter gekomen. 52 daarvan, waaronder dus Potsch, hoorden dus die strafeis levenslang. En om het even in perspectief te plaatsen, het is dan wel een van de grootste zaken in de Argentijnse juridische geschiedenis. Maar het is niet de enige. Er zijn nog een heleboel andere rechtszaken over mensenrechten schendingen in Argentinië op dit moment. Mark, dankjewel. Verwarde huurders die overlast veroorzaken voor de buren, hun aantal neemt toe. Dat zegt de Vereniging van Woningcorporaties Edes. Steeds meer mensen met psychiatrische klachten wonen niet in een instelling, maar thuis. En geld voor begeleiding is er nauwelijks, volgens Edes. Een van de bovenbuurmannen van Minke Uiterhoeve en haar twee kinderen is schizofreen. Slapen doet hij overdag. Bijna iedere nacht is het raak. Ja, ze horen inderdaad heel veel gebonk en dingen die je hoort echt alsof er stoelen door de kamer vliegen. En vooral heel veel geschreeuw. Hij woont hier zeg maar twee verdiepingen hoger schuin boven. En het is alsof hij in je woonkamer staat. Woningcorporaties zeggen dat ze ieder jaar ongeveer 18.000 verhalen horen zoals dat van Minke Uiterhoeve. Daarnaast krijgen ze ook nog 2.000 meldingen van ernstige incidenten zoals geweld of brandstichting. In april dreigde hier in Utrecht een verwarde man deze flat op te blazen. Er moesten een kettingzaag en een deurram aan te pas komen om de man uit zijn appartement te halen. Uiteindelijk werd hij per ambulance afgevoerd. Het probleem dat we signaleren is dat steeds meer mensen die voorheen in instellingen wonen, nu gewoon in de buurt wonen. Dat kunnen mensen zijn met psychische problemen, mensen die verward zijn. En door alle bezuinigingen wordt het steeds lastiger om mensen goed te huisvesten en van de goede begeleiding te voorzien. Woningcorporaties zeggen niet altijd te weten of een huurder een psychiatrische achtergrond heeft. Als er te veel verwarde mensen op één plek wonen, zet dat buurten onder druk. Want het is natuurlijk naïef om alle instellingen te sluiten en vervolgens te zeggen mensen gaan in een wijk wonen, maar we bezuinigen op de kosten van begeleiding en reïntegratie van mensen. Begeleiding die ook haar schizofrene bovenbuurman goed zou kunnen gebruiken, denkt Minke Uiterhoeve, hoewel alles went. Op momenten dat het wat zachter is, dan lijkt het net alsof je langs een treinstation woont of bij een vliegbasis in de buurt en dat het bij de orde van de nacht hoort. En andere keren ontkom je er niet aan en zit je rechtop in je bed. En dat gebeurt toch zeker zo'n 3 keer per week. In Los Angeles zijn alle openbare scholen gesloten vanwege een bomdreiging. Dat betekent dat meer dan 640.000 leerlingen thuis zitten. Het besluit kwam vlak voordat de lessen begonnen. De politie doorzoekt nu alle 900 scholen. In New York kregen ze dezelfde dreigmail. Daar werden de scholen niet gesloten. Volgens de autoriteiten in New York was het mailtje overduidelijk nep. Er is toch geen akkoord tussen Nederland en Marokko over Nederlandse sociale uitkeringen in het land. Op het laatste moment kwam Marokko met aanvullende eisen, zegt minister Asscher. Eerder leken de landen het eens dat de uitkeringen daar per 1 januari omlaag zouden gaan. De PC-hoofdprijs gaat dit jaar naar schrijfster Astrid Roemer. In Suriname geboren Roemer schreef sinds de jaren 70 bijna 30 romans, dichtbundels en toneelstukken. Volgens de jury leidde de romans van de 68-jarige Roemer tot literaire verbeeldingen van de voor veel mensen onbekende geschiedenis van Suriname. En de PC Hoofdprijs, goed voor €60.000, wordt in mei uitgereikt. Europa en de vluchtelingen, het is een hoofdpijndossier. Lidstaten nemen allemaal afzonderlijk maatregelen. Maar de vluchtelingen blijven toestromen. 1,3 miljoen al dit jaar. Dat kan zo niet doorgaan, vindt de Europese Commissie. Er moet een gezamenlijke aanpak komen om de buitengrenzen beter te bewaken. Among the Commission's proposals today is therefore an amendment to the Schengen Border Code, so that everyone crossing the external border, including EU citizens, is systematically checked against common databases. This will help ensure that someone who is a security threat will be stopped at the external border upon arrival or leaving. Nou, betere bewaking van de Europese buitengrenzen dus door een nieuwe grens- en kustwacht die veel meer bevoegdheden krijgt dan de huidige grenswacht Frontex en zelfs kan optreden als een lidstaat tekortschiet of niet wil meewerken.
Dit is het beeld zoals we dat sinds het voorjaar vrijwel dagelijks zien. Vluchtelingen die naar Europa komen, vaak vanwege de oorlog in hun land. Dit jaar zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen op deze manier illegaal Europa binnengekomen. Veel landen in Europa kunnen die vluchtelingenstroom niet aan. Of willen die vluchtelingen helemaal niet. En hebben maatregelen genomen om ze aan hun eigen grens tegen te houden. Maar dat druist helemaal in tegen het principe dat je in Europa vrij kunt reizen. Toch, iedereen beseft dat er iets moet gebeuren. En deshalb wollen en werden we die Zahl der Flüchtlinge spürbar reduzieren, weil das im Übrigen im Interesse aller ist. Wat stelt de Europese Commissie daarom voor? Er komt een nieuwe Europese grens- en kustwacht met meer mensen, meer geld en met veel meer bevoegdheden. Die voortdurend Europese buitengrenzen in de gaten houdt. De EU-landen leveren 1500 grenswachten die binnen 3 dagen ingezet kunnen worden als er ergens een acuut probleem is. En het meest gevoelig, als een lidstaat niet mee wil werken, kan die nieuwe grenswacht ingrijpen en de grenscontrole overnemen. Het gaat formeel natuurlijk om de hele buitengrens, maar in de praktijk vooral om Griekenland en Zuid-Italië, want daar komen nu de meeste vluchtelingen aan. En ik praat verder met Arjan Noorlander. Ja, lidstaten die bevoegdheden weggeven voor het bewaken van hun eigen grenzen. Dat gaat ver. Ja, dat gaat heel ver. Het plan van de commissie is natuurlijk vooral dat deze dreigementen voorkomen, dat dat nodig is. Dat landen die in de problemen zijn bij het beveiligen van hun grenzen, zoals Griekenland nu, op tijd zelf om hulp vragen, zodat het ze niet moet worden opgelegd. Maar het kan dus wel worden opgelegd in deze plannen. En dat betekent eigenlijk daarmee ook de grootste soevereiniteitsoverdracht van de lidstaten naar Brussel die we in jaren hebben gezien. Want wat voor Griekenland geldt zou bijvoorbeeld, als ook in Nederland de grenzen niet goed worden beveiligd in de toekomst, ook voor Nederland kunnen gelden dat Brussel zich komt bemoeien met onze grensbewaking. En wat gaan wij er eigenlijk van merken als we de grens overgaan? Wij gaan er inderdaad ook wat van merken. Je zag het net Frans Timmermans al zeggen. Het is ook de bedoeling om veel beter de buitengrenzen van Europa te gaan beschermen. Of je nou met de boot, met het vliegtuig of wandelend Europa binnenkomt. Of je nou een Europees paspoort hebt of niet. Iedereen zal veel beter gecontroleerd worden aan die Europese buitengrenzen. Dus ook op Schiphol bijvoorbeeld als je uit Engeland of de VS komt. Iedereens paspoort zal door allerlei bestanden worden gehaald om te kijken of je niet op een of andere manier gesignaleerd staat. Zomaar Europa binnen, dat moet in de toekomst niet meer kunnen. Nee, het is natuurlijk een voorstel. Zullen de Europese landen het nu ook overnemen? Nou, dat is nu echt wel de vraag. De commissie heeft met dit voorstel heel hoog ingezet. Ze vragen veel van de lidstaten om toe te geven. Eind van de week, op donderdag en vrijdag, is er een Europese top. Dan komen de regeringsleiders van al die landen hier naar Brussel om te praten. Onder meer over dit voorstel. En dan zullen we zien of het inderdaad stand houdt. Er zijn al landen die daar heel kritisch over zijn. Polen, Hongarije hebben al gezegd, wij willen die inmenging uit Brussel niet. Dus het wordt nog spannend. Nederland overigens denkt dat het wel een goed idee is. Vooral ook omdat Nederland ervan uitgaat dat de grensbewaking in eigen land wel op orde is. Dus we willen ons in die zin graag bemoeien met landen waar het minder goed op orde is, zoals in Griekenland. Arjan, dankjewel. Het heeft wel even geduurd, maar het nieuwe stukje A4 kan open. Door het hoge grondwater dreigde de weg onder te lopen. Maar Rijkswaterstaat krijgt nu toestemming het water weg te pompen. En daarmee kan het nieuwe stuk asfalt na jarenlang gesteggel in gebruik worden genomen. Al zo'n 60 jaar wordt er gesproken over dit stukje snelweg tussen Delft en Schiedam. Eerst was de discussie, moet het er wel komen? En nu de weg er ligt, is de vraag, kan hij wel open? Want de grond rond de weg is wel heel erg nat. Het probleem zit bij het deel van de weg dat verdiept is aangelegd. Daar zijn damwanden geplaatst die een groot deel van het grondwater tegenhouden. Maar niet genoeg, bleek onlangs. En dus bestaat het risico dat de weg onder water komt te staan. Rijkswaterstaat pompt daarom water weg. Iets waar omwonenden tegen protesteerden. Toch mag Rijkswaterstaat dat blijven doen op de voorwaarde dat ze het water iets verderop weer terug de grond in pompen. Als je dat niet doet, dan krijg je echt bodemdaling. Want dan, vooral het gaat om de droogteperiodes, dan verdroogt dat veen en dan gaat het inklinken. En dus is dit zeer noodzakelijk als voorwaarde voor ons om de vergunning te kunnen verlenen. De bewoners zijn bang voor Groningse toestanden. Gaan huizen hier ook verzakken en is dat risico geweken nu het water weer teruggepompt moet worden? Ze zijn er niet gerust op.
Voor de korte termijn zal het ongetwijfeld gaan werken. De vraag is alleen of het op de lange termijn ook nog zal blijven werken. En of het inderdaad niet alsnog leidt tot het verzakken en het inklinken van de omgeving. De minister is minder pessimistisch, verwacht verder geen problemen. Ze wil dat de bodemdaling goed in de gaten wordt gehouden, maar de weg moet nu toch echt zo snel mogelijk open. Wij zijn nog nu bezig met de laatste afrondende werkzaamheden. En als het lukt, dan doen we hem open voor de kerst. We willen altijd dat zodra iets beschikbaar is, dat men er ook zo snel mogelijk gebruik van kan maken. En zeker na zo'n lange tijd wachten zou dat mooi zijn. En dus kan de weg, als alles verder goed gaat, eind volgende week eindelijk in gebruik worden genomen. Slecht nieuws dan voor hooikoortspatiënten. Door het zachte weer staan sommige bomen alweer in bloei en daar is niet iedereen blij mee. Er zitten voor de tijd van het jaar veel pollen in de lucht en daardoor zijn er opvallend veel mensen met hooikoortsklachten. Dat zegt de Wageningen Universiteit. Het pollenseizoen duurt door de hoge temperaturen nu al 6 maanden. En Willemijn? Er komt nog geen eind aan, geloof ik, hè? Of wel? Nee, zeker niet. Tot en met het weekend blijven we in de dubbele cijfers zelfs zitten. Of komen we in de dubbele cijfers terecht, kan ik beter zeggen natuurlijk. Want vandaag was dat nog niet helemaal het geval. Er was mistig op een aantal plaatsen, zeker in het noordoosten van het land. Dit is in het noorden van de provincie Groningen. Ook op andere delen was het mistig vanochtend vroeg. Maar ik denk dat dat wel nagenoeg voorbij is. Vanuit het zuidwesten komt er een gebied met bewolking aan. Dat zien we eigenlijk in de loop van de dag al gebeuren. En wat daarop ligt is neerslag. Nou, daar krijgen we dus vanavond en ook vannacht mee te maken. Dat gebied trekt heel langzaam in noordoostelijke richting. Dat betekent dat we vannacht dus met die neerslag te maken hebben, maar ook morgen overdag. Eigenlijk pas later op de dag dat het vanuit het zuidwesten allemaal weer ietsjes droger gaat worden. En misschien de zon er ook een beetje bij gaat komen, maar heel veel zal het niet zijn. Vannacht dus maar weinig opklaringen, flink wat bewolking. In het noordoosten daalt de temperatuur nog tot zo'n 2 à 3 graden. Maar in de loop van de nacht gaat die eigenlijk al omhoog. Want we krijgen te maken dus met hele zachte lucht vanuit het zuidwesten. De wind trekt ietsjes aan, wordt vrij krachtig aan zee. Misschien later krachtig, een windkracht 6. Boven land eerst zwak, later matig. Morgen dus ook behoorlijk wat bewolking aanwezig. Periode met regen en in de middag gaat het dus allemaal wat droger worden. En misschien een beetje zon daar in het zuidwesten. Daar is het dan in de loop van de dag al een graad of 13. Ik denk dat het in Groningen overdag een graad of 9 is. En dat daar die dubbele cijfers in de avonduren dan weer aankomen. En dan kijken we naar de dagen daarna. Er breekt een drogere periode aan met hele hoge cijfers. 14 graden gemiddeld op donderdag. Dat betekent dat het lokaal dus misschien wel 15, 16 graden gaat worden. Er is, zoals u ziet, wel vrij veel bewolking aanwezig. En eigenlijk verandert er tot en met het weekend niet zo heel erg veel. Die wind die zit stevig in die zuidwesthoek en blijft dus dat zachte weer onze kant op brengen. En dan nog het loopje van president Poetin en een aantal hooggeplaatste Russen. Is het u ooit opgevallen? Een neuroloog van het Radboud UMC ontdekte het samen met collega's. En dit is hem dan, het zogenoemde KGB-loopje. Met de rechterhand dicht bij de plek waar de holster zou moeten zitten. Veel topmensen in het Kremlin leerden het tijdens hun KGB-tijd. En zie hier twee oud-KGB'ers, president Poetin en premier Medvedev. Eerst dachten onderzoekers dat het niet bewegen van de rechterarm een voorteken was van Parkinson, maar nee. Belangrijkste nieuws dan uit dit NOS-journaal. Het kabinet wacht morgen een zwaar debat over de omstreden Teven-deal. Behalve premier Rutte moeten ook minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff uitleggen wat hun rol was bij de informatievoorziening. En in Nieuwsuur, verreweg de meeste gemeenten in Nederland bezuinigen volgend jaar op kunst en cultuur. Het gaat om miljoenen. Dat betekent minder geld voor de muziekschool en het amateurtoneel, maar ook minder geld voor de bibliotheek. Straks om 10 uur, NPO 2. Fijne avond.